De Bouwagenda podcast. Welkom bij deze podcast van de Bouwagenda over leiderschap. 3 jaar geleden is de Bouwagenda opgericht om ervoor te zorgen dat de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in de gebouwde omgeving gehaald gaan worden in 2050. Dat vraagt wel om een revolutionair andere aanpak, want om daar te komen moeten we 1000 woningen per dag gaan verduurzamen. En hoe komen we daar? De afgelopen 3 jaar heeft de Bouwagenda hard gewerkt om de condities daarvoor op orde te brengen. Innovatie staat op de kaart, er is veel geld beschikbaar gekomen om daarin te investeren. De bouw praat mee in Den Haag en we maken eerste stappen op het gebied van anders aanbesteden, zoals in de renovatieversneller, maar ook op het gebied van bruggen en sluizen. De Bouwagenda staat nu voor haar laatste jaar en de vraag is, blijft de trein vanzelf rijden met al deze condities op orde? Etty Schippers, directeur van de Bouwagenda, denkt dat er nog iets extra's nodig is. Het vraagt namelijk om doorzetten en om leiderschap. In deze podcastserie gaat zij op zoek naar wat dit precies moet zijn. Regie, leiderschap, wat verstaan we daaronder? En wat hebben de mensen die in de bouw verder moeten met deze opgave nodig? Ik ga daarom in gesprek met leiders uit de bouw, maar ook daarbuiten. En ik neem jullie graag mee in deze zoektocht. In deze eerste aflevering hebben wij Bernard Wientjes, voorzitter van de Bouwagenda. Bij velen van u bekend als oud-voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Tegenwoordig, naast bij de Bouwagenda, ook voorzitter van de chemische industrie. Bernard, welkom. Ga je gang. Ja. Nou, eigenlijk is mijn vraag ook wel aan jou van wie inspireert jou als leider? Oei. Ik heb in 3 jaar de Bouwagenda haal ik Obama aan, ja. Om het maar even klein te houden. Ja, ik heb natuurlijk een aantal hele interessante leiders meegemaakt, zowel in het binnenland als in het buitenland. Ik vind zeker nu in deze huidige crisis, en niet om complimenten te geven, vind ik Rutte een goed leider. Rutte is natuurlijk typisch de man die leiding geeft in een crisistijd. Ik heb natuurlijk ook een man als Lubbers meegemaakt, die veel filosofischer is, veel meer lange termijn denkt, maar ook wel manipulatief in zijn leiderschap is. Ja, dat zijn in het binnenland leiders die ik buitengewoon respecteer. In bedrijven, ja, we hebben natuurlijk een Feike Siebesma die natuurlijk op zijn specifieke manier leiding geeft, dat erg goed doet. Paul Polman hebben we gehad, is niet meer actief zoals we weten. Want die zijn ook allebei actief geweest op het gebied van duurzaamheid. Hè? Want je zegt dat vraagt natuurlijk toch iets van waar wij ook als Bouwagenda mee bezig zijn. Ja. 2050, wel echt visie voor de toekomst, iets anders dan... Nou ja, in tijden van crisis, je moet ook wel visie en lef hebben. Nee, maar dat is waar. Kijk, korte termijn leiderschap is wat anders dan wat nodig is voor de duurzaamheid in onze gebouwde omgeving. Maar überhaupt in de hele wereld heb je mensen echt met visie nodig die op lange termijn denken. En ook op lange termijn in staat zijn om risico's te nemen en plannen te maken. Ja, en dat zie je natuurlijk ook de grote leiders in de wereld die dat konden. Waar lang geleden was dat natuurlijk een Gandhi, ik denk Obama een goed voorbeeld is. Daarvoor was het natuurlijk Kennedy met zijn idee van we sturen mensen naar de maan over zoveel jaar. Dat is ongeveer hetzelfde als we zullen de huizen in 2050 allemaal verduurzaamd hebben. Dat is een soort ander leiderschap. Je hebt heel veel verschillende leiderschappen. Maar hier heb je, als je echt... de doelstelling voor Parijs willen halen in 2050, heb je visionair leiderschap nodig. En wat is, we zijn nu 3 jaar bezig hè, als Bouwagenda, je oordeel over dat leiderschap in de bouw? Nou kijk, je hebt dus de politieke leiderschap en je hebt ondernemende leiderschap, ondernemers die leiding geven. De bouw als bedrijfstak is niet zozeer gewend aan visionair leiderschap, omdat de bouw denkt van project naar project. Je ziet het nu veranderen, je ziet nu ook leiders in de grote concerns, maar ook kleine bedrijven, echt pionierbedrijven die echt bezig zijn met 2050, maar dat zit niet in de genen van de bouw. De bouw denkt korte termijn, historisch. Dat is generaliseren altijd fout. Er zijn natuurlijk altijd leiders geweest, altijd mensen met visie geweest. Maar het gaat nu een beetje over de totale cultuur in de sector. Ja. Die is toch wel, zeggen wij, conservatief. Ja, zijn ze niet blij mee als ik dat zeg? Nee.
Maar ik vind, het is natuurlijk aan het verbeteren. Ik ben zo ijdel om te zeggen dat de bouwagenda daartoe meewerkt. Ja. Maar historisch is het redelijk conservatief. Ook de innovaties in de bouw zijn traag in het algemeen. En innovatief zijn is toekomstvisie hebben. Is ook weer leiderschap hebben. Echt de grote innovators waren mensen die echt het beeld hadden van over 10, 20, 30 jaar. En daar ook constant met hun leiding bezig waren om dat beeld duidelijk te maken aan de mensen die zij leiden. Dus er zit ook wel iets in dat het nu die innovatie er moet komen, vraagt iets anders dan dat tot nu toe eigenlijk ook nodig was in de bouw. Ja. De bouw is natuurlijk toch een historisch een bedrijfstak waar je heel simpel stenen op elkaar stapelt. Tot een huis, een dak op, heeft veel verwarmingsketel in. En that's it. En dat is natuurlijk een beetje weer generaliserend, maar dat is toch de kern van het bouwen. Laten we natuurlijk grote, mooie gebouwen neerzetten. En nu moet je heel erg nadenken, hoe zal de toekomst eruit zien wanneer we geen fossiele brandstof meer hebben, waarin de aarde warmer wordt, met andere woorden, er moet koeling komen. Hoe krijg je koeling in een huis? Water wordt ook zeldzamer, er komt een gebrek aan water als we niet uitkijken, dus je krijgt recycling van water. Je luchtconditie, het is een hele andere manier van denken. Je gaat in feite een plek creëren waar mensen aangenaam kunnen wonen en werken. En dat huis is een schil om die plek heen. En dat is iets wat natuurlijk vroeger heel anders bedacht werd. Je zet een huis neer, als het te koud was, dan kocht je een extra radiator erbij. Als het te warm was, dan gooi je de ramen open. Dus dat denken over de wijze waarop je woont, maar ook werkt en ook naar school gaat, is een andere manier van denken dan een aantal jaar geleden. We hadden een gesprek met Paul Iske, die ook wel zei van ja, een van de redenen waarom de bouw misschien niet zo innovatief is, is ook omdat veiligheid zo belangrijk is. Hè? Dus veiligheid en innovatie en risico nemen, die verhouden zich niet zo goed met elkaar. Zwaar, klopt. Het is zo dat natuurlijk veiligheid in de bouw het allerbelangrijkste is. Maar dat geldt eigenlijk voor elke industrie. Ik leid de chemische industrie als voorzitter. Ja. Als ergens veiligheid voorop staat, is het in de chemische industrie. En toch wordt daar enorm veel nieuwe producten ontwikkeld. Kijk, veiligheid is natuurlijk een basisvoorwaarde. Als je een huis neerzet of een kantoor neerzet, moeten de werknemers daar heel veilig kunnen werken. En de mensen die er wonen, moeten ook in een veilige omgeving kunnen wonen. Maar dat neemt niet weg dat je kunt innoveren. Dat je echt heel, heel creatief kunt nagaan denken over een situatie dat we absoluut alleen nog maar duurzame energie hebben. Dat we ook heel andere klimaat krijgen. Het dure woord klimaatadaptatie. Nou, wat de laatste dagen weer meegemaakt is. Ik woon in het oosten van het land. Vreselijke stortbuien. Een dag later was het weer bloed en bloedheet. Ja. Dus ook dat betekent innovatief denken. Nieuw en leiderschap. Dat leiderschap is volgens mij ook al, als je het hebt over klimaatadaptatie, dan hebben we daar ook wel het ontwerp- en bouwplatform, waar met name het idee ook wel is dat er integraal moet worden gekeken. Ja. Dat vraagt ook iets anders. Hè? Van, dat betekent dus dat je samen moet werken, of dat je vanuit verschillende gezichtspunten moet gaan kijken. Dat is de bouw ook niet zo gewend. Nou, je ziet het wel veranderen. Kijk, het oude idee van een architect tekent, daarna gaat de aannemer bouwen, een installateur zorgt voor de installatie en de omgeving van het gebouw wordt door een of andere landarchitect gemaakt. Dat begint toch te veranderen. En dat onderscheid tussen bijvoorbeeld aannemer en installateur, tussen bouwtechniek en een andere techniek, wordt steeds kleiner. En dat is ook nodig. Dat gaat veranderen. Dat zie je in alle bedrijfstakken trouwens. Zie je dat die oude scheidingen tussen bedrijfstakken worden steeds minder belangrijk. Juist dat integraal bouwen is buitengewoon belangrijk. En als je ziet bij ons, zo Ben van Berkel, die denkt ook zo. Die denkt niet zozeer aan, jongens, hoeveel stenen moeten er op elkaar gestapeld worden. Die denkt, hoe kan ik nou creëren in dat nieuwe gebouw een prettige sfeer, gezond voor de mensen die daar wonen en werken. Het moet mooi zijn. En het moet eigenlijk voor de bewoner probleemloos zijn. Het lucht, het water, koeling, verwarming, het moet allemaal volledig goed geregeld zijn. Dat is het moderne denken, integrale denken. En nog een stap verder is natuurlijk dat je ook, wanneer je gebouwen neerzet, gelijk denkt,
hoe kom je bij dat gebouw, hoe ga je weg? Hoe is de mobiliteit? Ja, de mobiliteit. Hoe je bouwt, vooral als je wat groter complexer bouwt, hoe gaan de kinderen daar naar school? Hoe zijn de parkeerplaatsen georganiseerd? Het wordt steeds meer integraal denken. Een nieuwe wijk in Amsterdam of in andere steden wordt hopelijk in de toekomst integraal ontworpen. Vroeger was het de Vinex-locaties, er werden een aantal huizen neergezet. Oh ja, er moet nog een trein naartoe ook. Oh ja, er moet nog een school bij, er moet een winkelcentrum bij. Dat is het nieuwe denken, waar natuurlijk ons taskforce-lid Ben van Berkel een voorbeeld van is. Ja. Zijn er nog, je zei net ook al iets over de chemische industrie, hè? Bedrijfstakken waarvan je zegt, daar kan de bouw nog iets van leren? Daar zie ik wel dat andere leiderschap wat we in de bouw ook nodig hebben. Ja, wat natuurlijk heel interessant is, daar zijn we ook met de bouwagenda mee bezig, is dat je ziet dat wanneer je werkelijk grootschalig wil verduurzamen, dus duizenden huizen, duizenden woningen, in een korte tijd hele wijken wil aanpakken, dan heb je ook een vorm van standaardisatie nodig en een vorm van automatisering en robotisering nodig. Want we kunnen alleen maar dat soort aantallen bereiken wanneer de kosten omlaag gaan, want anders is het onbetaalbaar. Dus de bouw gaat nu denken in de vorm van, hoe kunnen we nou 1000 woningen aan gaan pakken? Hoe kunnen we zorgen dat we daar de voorgevel isoleren? En dan krijg je naar grootschaligheid, innovatie, en je krijgt ook naar discussie over de kosten natuurlijk. En die combinatie grootschaligheid, innovatie en kosten, dat is eigenlijk een van de grootste doelstellingen voor de bouwindustrie in Nederland. Maar dan zie je dus wel meer eigenlijk dat richting, nou, de auto-industrie, de chemische industrie misschien ook wel. Je wordt opeens van inderdaad heel lokaal een aantal huisjes naar een fabriek van 25.000 woningen per jaar die daaruit moeten komen. Dat is natuurlijk een radicale Of 25.000 voorgevels. Ja. En dan wordt er mij ook gezegd, ja jongens, de bouw, dat kan allemaal niet, elk huis is anders. Nou, als je tegenwoordig een auto koopt en je wilt precies hem hebben met die kleur, met die accessoires en met weet ik wat, allemaal erop en eraan, dan wordt hij gewoon over een week, een maand, wordt hij in de lijn ergens, kan Japan zijn, kan in Duitsland zijn, geproduceerd, precies zoals je wil. De bouw, de nieuwste ontwikkelingen is zo, dat als je bijvoorbeeld een voorgezet gevel moet hebben, omdat je huis wil isoleren, en isoleren is natuurlijk een van de allerbelangrijkste maatregelen in het kader van de klimaatdiscussie, dan wordt ook tegen mij gezegd, ja, maar iedereen verandert wat aan zijn voorgevel. Er zijn robots die dat tot een tiende van een millimeter op kunnen nemen. Ja, dus en het uit kunnen voeren. Dus de opname is uiteraard driedimensionaal, digitaal, gaat de fabriek in. En die standaard voorgevel wordt precies aangepast aan wat die bewoner aan veranderd heeft. Dat zijn kansen die enorm zijn. En dat is de toekomst. Maar dat vraagt wel ook, hè, waar we het dan eerder over hadden, wel regie. Want als je dus als iedereen op zijn moment bepaalt dat hij dat wil, en dan ook nog het helemaal precies zelf wil bepalen, dan gaan we die aantallen ook niet redden. Hè? Dus dat vraagt wel iets van een andere mindset. Ook zeker als we het hebben bijvoorbeeld over de particulieren. Dat je mensen moet verleiden om die weg op te gaan. Ja. Dat is een interessante discussie. Gaat ook een stap verder. Het gaat ook naar de politiek. Het gaat naar hoe organiseer je Nederland. Ja. We zijn natuurlijk gewend de laatste 10, 15, 20 jaar naar steeds verdere decentralisatie. Politiek, ook in het denken over gemeentes, over provincies en over de staat. Dus eigenlijk hebben we het probleem neergelegd op zo ver mogelijk vanuit de centrale overheid. Op zich is het helemaal niet zo slecht, want vaak kunnen natuurlijk lokale gemeentes kunnen veel beter een probleem oplossen. Denk aan de zorg, denk aan bijstand, denk aan werkloosheid. Dan dat vanuit Den Haag gebeurt. Maar je ziet nu decentralisatie zijn grenzen bereiken. Je ziet nu toch, dat zeker op gebied van verduurzaming van woningen, waar het gaat over aantallen tot 200.000 en meer per jaar, is er een centrale regie nodig. Het kan niet overgelaten worden aan elke gemeente, die redt dat niet. Heeft er niet de capaciteit voor, heeft er niet de mensen voor. Dus de bouwagenda pleit heel sterk voor een nationaal, een centraal ontwikkeld ontzorgingssysteem. En dat houdt in dat de mensen aan een organisatie, naar mijn smaak moet dat een publieke organisatie zijn, hun verduurzaming kunnen overlaten.
en vertrouwen. En die zorgt ervoor, die organisatie zorgt ervoor dat die aannemers en die installateurs doen dat, wat ze eigenlijk moeten doen. Maar het eist een centrale regie om ook ervoor te zorgen dat die aantallen gehaald worden die gehaald moeten worden. En die aantallen zijn weer noodzakelijk om te komen tot kostenverlaging. Kostenverlaging is noodzakelijk om betaalbaar te houden. Dus dit decentraal te doen lukt eigenlijk niet meer. Je moet het wel decentraal uitvoeren natuurlijk, uiteraard. Je stuurt geen meneer vanuit Den Haag naar Maastricht om aan te geven hoe daar verduurzaamd moet worden. Maar je zegt wel tegen Maastricht, dit zijn de instrumenten die je hebt. We hebben de nationale ontzorgingssysteem. Die is natuurlijk uiteraard ook decentraal weer georganiseerd. Er is een bureau in Maastricht, er zijn mensen in Maastricht. Maar die maken gebruik van de centrale kennis en de centrale financiële mogelijkheden. Dat is wennen. Dat is heel moeilijk, dat is wennen. Want men is dat laatste jaar niet gewend. Voor iedereen ook, hè? Ook voor Den Haag is het wennen. Ja. Ja, je merkt aan zo'n ministerie waar wij veel mee te maken hebben, het ministerie van Binnenlandse Zaken, is eigenlijk het belangrijkste ministerie waarmee wij samenwerken. Ja, ik heb gezegd, je zou het moeten omdopen in het ministerie van de Bouw, de bouwministerie. En die zou veel centraler moeten gaan aansturen om die enorme nationale doelstellingen te bereiken. Het gaat niet vanzelf. Als je de renovatieversneller ziet, is eigenlijk het eerste voorbeeld van een nieuwe vorm van denken. Dat is een nationale regel. Dat gaat uit een nationale subsidiepot. Maar de uitvoering is decentraal. Het zijn de corporaties in de regio, samen met de aannemers in de regio, met de installateurs uit de regio, die samen het uit gaan voeren. Maar het wordt wel nationaal beoordeeld. En vanuit het Rijk wordt ook ervoor gezorgd dat die aantallen via het subsidiesysteem hoog gaan. Dus een nationale regie en een decentrale uitvoering. En ben je een beetje optimistisch over of dat ook... Gaat dat nu al gebeuren of moet er nog, is daar nog iets voor nodig? Nou ja, de bouwagenda kenmerkt zich door ongeduld. Kijk, het gaat ons allemaal veel te langzaam. Ja. Dus dat, daardoor is het niet een overdreven mate van optimisme. Maar ik heb wel de indruk dat de bouwagenda in ieder geval de wissels hier en daar omgezet heeft. Alleen, wij zullen heel sterk in ons laatste jaar ook aan moeten geven datgene wat begonnen is, hè, door ons op de rails gezet is, dat het natuurlijk echt doorgaat. Heel belangrijk hoe het straks bij het nieuwe kabinet gaat. Ja. Belangrijk dat ministerie van Binnenlandse Zaken echt het bouwministerie wordt, ook de bevoegdheden daarvoor krijgt. Ik ben daar niet optimistisch, maar ook niet pessimistisch over. Ik zit daar neutraal in. Het hangt er ook vanaf hoe de politiek omgaat, ook na dit kabinet, met verduurzaming. Ja. Er zijn nog steeds grote groepen in de maatschappij, en met name in de wat extreme hoeken, die het eigenlijk onzin vinden. Die zeggen, je kunt het geld beter voor leuke dingen besteden dan dat je het geld stopt in verduurzaming van je huis. Er zijn ook wel mensen die nu zeggen, hè, met corona, dit is de kans. Hè, het is nu stilgevallen, een deel van de economie, als we nu weer gaan opbouwen, moet je dat duurzaam doen. Ja, ja, ik begrijp het ook, want corona is natuurlijk een vreselijke gebeurtenis die niemand voorzien had. Maar ik durf best te zeggen dat de risico's van corona minimaal zijn in vergelijking met de klimaatrisico's. Het is wat op ons afkomt als het werkelijk de temperatuur gaat stijgen in de wereld en werkelijk het onomkeerbaar wordt, zijn de rampen enorm. Dus het is natuurlijk zo dat iedereen met corona bezig is. Ik ook, wie niet. Wij ook hier als bouwagenda. We zitten op afstand van elkaar. Dat is natuurlijk ook... Maar dat gaat weer over. Klimaatprobleem en het aanpakken daarvan kan alleen maar op lange termijn door echt leiderschap, visionair leiderschap en constant doorgaan met de richting die je gekozen hebt. En dat is lastig. We hebben ook gezegd van doen naar doorzetten, is de titel van ons derde. Buitengewoon goede titel. Want het is natuurlijk zo dat de politiek in het algemeen kenmerkt zich niet door ingeslagen richtingen consequent door te zetten. Nee. Meestal is het zo dat het kabinet, een nieuw kabinet, wil nieuwe leuke dingen doen voor de mensen. Ja. Daar hebben wij ook gezegd, het zou zo goed zijn dat de politiek breed accepteert dat bijvoorbeeld de uitdaging van de verduurzaming van woningen niet een kwestie is van 1 of 2 jaar, maar echt door moet gaan tot 2050 en waarschijnlijk nog langer, onafhankelijk van de economische situatie van Nederland. Dus echt een lang termijn beleid. Niet gehinderd en niet beïnvloed door hoog- of laagconjunctuur.
We kunnen dat als Nederland. We hebben daar voorbeelden van. Denk bijvoorbeeld aan ons Delta-programma. Dat is een aantal jaren geleden kamerbreed aangenomen. Ja. Tot 2050 is er nu geld ter beschikking gesteld. Elk jaar weer. Die dijken moeten omhoog. En waarom is dat makkelijk? Omdat wij natuurlijk een historie hebben van angst voor het water. Ja. En we hebben nog geen historie van angst voor het klimaat. En ik hoop ook niet dat we die nooit krijgen. Dat we kunnen voorkomen dat het klimaat echt tot ernstige situaties leidt. Maar het is echt een probleem. Wat alleen maar door consequent doorzetten op langere termijn opgelost kan worden. Zie je ook nog dat er ontwikkelingen nu in Europa, hè? Er is nu ook Timmermans als... Goel. Ja, met Diederik Samson als rechterhand. Die natuurlijk ook zich in Europa hiermee gaan bemoeien. Gaat dat ons helpen? Ja, ik denk, kijk, Nederland heeft zo'n klein landje. Ik weet niet precies wat we doen. Hoeveel, ik dacht, minder dan 1% van de uitstoot in de wereld van CO2. Hè, dus van fossiele, stelt allemaal niks voor. Nee, dat stelt allemaal niks voor, nee. Dus we moeten het Europees doen. Ja. En uiteindelijk moeten we het globaal doen. Hè, dus uiteindelijk is dat toch wel het lange termijn beeld. Kijk, we hebben natuurlijk het geluk dat daar nu Timmermans zit. Die vanuit zijn denken heel erg lange termijn denkt. En ook duurzaamheid omarmd heeft. En natuurlijk een Diederik Samson die de tafelbebouwde omgeving in het klimaatakkoord geleid heeft. En het is interessant als je ziet het voorstel van het klimaatakkoord in Europa. En het voorstel van de Green Deal is in feite een kopie van het Nederlandse voorstel. Dus ik denk dat we dat de Europese dimensie buitengewoon belangrijk is. Wat ook altijd jammer is in Nederland, dat zeker het laatste jaar, dat de liefde voor Europa niet al te groot is. En dat heel veel kabinetten de neiging hebben om de successen altijd naar zichzelf toe te halen en wat minder goed gaat naar Europa te verschuiven. Maar ik denk dat toch die Green Deal zoals die nu voorgesteld wordt, die uiteindelijk wel doorgevoerd zal worden in Europa. We hebben het een paar keer gehad over dat leiderschap nodig is, dat het meer gaat over samenwerken, integraal, risico's durven nemen. Waartoe roep je de bouw op? Eigenlijk ook na de bouwagenda om de handschoen op te pakken. Wat vraag je van de leiders in de bouw nu? De bouw heeft het moeilijk gehad. Denk aan corona en denk ook aan de stikstofdiscussie. Ja, maar op lange, PFAS, ja, zeker. Op lange termijn is het een fantastische bedrijfstak. Hè? Als je realiseert dat de komende 30 jaar bijna 8 miljoen gebouwen in Nederland aangepakt moeten worden. Als we de laatste weken horen dat er 1 miljoen nieuwe huizen gebouwd moet worden, zou ik heel graag mijn geld investeren in de bouw in de toekomst. Maar er zijn een paar voorwaarden voor nodig. Je moet dan ook echt visionair leiderschap hebben, ook echt in de gaten houden. Hoe ziet de toekomst eruit? Hoe gaat de bouwindustrie zich ontwikkelen? Wat zijn de eisen die de consument stelt? Wat is maatschappelijk mogelijk? Wat is politiek mogelijk? Dus je moet echt naar buiten kijken. En de meeste bouwers zijn toch heel erg geneigd naar binnen te kijken. Dus je moet echt niet naar alleen... Een opdrachtgever, hè, wat vraagt die van mij? En als u vraagt, wij draaien, is een beetje de bouw. Ja, de bouw moet eigenlijk een soort paradigma wijziging moeten komen. In feite, zoals Ted al zeide, een aannemer, installateur doet wat zijn klant vraagt. Het zou natuurlijk fantastisch zijn dat dus de bedrijfstak, de bouw, installatie, architectuur, ingenieursbureaus, samen eigenlijk gaan zeggen, dit wordt de toekomst van een gebouwde omgeving. Niet omdat ze dat moeten vanuit de politiek, maar omdat ze zelf zeggen, dit is de visionaire toekomst. Zoals de grote automobielindustrieën zijn nu al bezig met de auto van 2040. En deel daarvan wordt nooit gerealiseerd, maar ze zijn wel over het nadenken. Ze zijn bezig, ze zijn met nieuwe technologieën bezig. Daar ben ik ook zo blij met ons BTIC, onze Bouwtechniek Innovatiecentrum. Want ja, dan moet je alle krachten bundelen. Dan moet je de universiteiten bundelen, je moet TNO bundelen. Je moet echt de gouden driehoek creëren zoals dat in de topsector is. Alle kennis bij elkaar om te komen tot de innovatie die nodig is voor de toekomst. Innovatie voor het verleden is niet zo interessant, maar echt voor de toekomst. Zet eens op een rij wat nodig is over 20 jaar in de toekomst. Wat verwachten de mensen? Wat voor dezelfde automobielindustrie? Ja. Wat verwacht de automobielindustrie? Die verwacht dus wat er over 20 jaar zal waarschijnlijk alleen maar elektrische auto's rijden.
Maar ze moeten wel 1000 kilometer kunnen rijden. En ze moeten in 2 minuten gevuld kunnen worden. Ja, dus ook dat gesprek tussen de wetenschap en de sector. Hè, van wat zijn nu de nieuwste dingen? Wat hebben we dan nog nodig? Wat moeten we nog uitvinden om inderdaad in 2050 er echt helemaal te staan? Maar dan zouden die twee partijen ook misschien beter het gesprek kunnen voeren met de overheid over wat hebben we dan van jullie nodig? Hè? Dus als je zelf ook weet, wat is nou die stip op de horizon? Ja. Maar dat vraagt wel dat de bouw dus zich ook in dat opzicht een beetje emancipeert en zegt, dit vinden wij zelf en dit hebben we daar dan ook voor nodig. Als je dat van ons verwacht en een kostendaling van 20-40% is natuurlijk aanzienlijk. Dan moet je ook aangeven, wat heb je daar dan voor nodig? Ja, en je moet van reactief naar proactief. En ja, dat is de kern. Maar dat zie je alle industrieën. In de bouw loopt daar een beetje achter. Het is nog te veel, jongens, we doen wat de cliënt zegt. En we doen wat de politiek ons opdraagt. De hele manier van bouwen, het veiligheidsbesluit, het bouwbesluit, is altijd gericht op de overheid zegt wat we moeten doen. Komt zelf. Daarom ben ik zo blij met ons BTIC. Ja. Maar wij kunnen natuurlijk als bouwagenda maar één ding doen. We kunnen een vehikel organiseren, of een apparaat organiseren, dat doen we bij BTIC. Waar de gelegenheid is met elkaar samen te werken, waar de overheid mee kan praten, zowel over subsidies eventueel, maar ook voor faciliteiten. Maar uiteindelijk moet het van binnenuit komen, vanuit zo'n BTIC, echt nieuwe technieken, echt nieuwe manieren van denken. En ja, we hebben natuurlijk ook, dat is het andere spoor, dat we vanuit de architecten en vanuit de Ben van Berkers van deze wereld zien, dat ook daar die behoefte is om veel meer na te denken over totale concepten. Hoe ziet de stad van de toekomst uit? Ja. Er zijn natuurlijk wel enkele visionairs die dat doen, die erover nadenken, maar het moet veel meer in de genen. Een samenwerking, hè? Een hele andere manier van denken, van werken. Nu is het zo voor veel aannemers, we bouwen een huis, krijgen dekking van de architect. Dan ga je zeggen, wat is de werkplek en de woonplek en de slaapplek van de toekomst? Wat gaan mensen daar verwachten? En wat is de invloed van buiten? Steeds minder ruimte in Nederland, dus een vol Nederland. Klimaatverandering, klimaatadaptatie. En ook water wordt ook niet meer in de toekomst iets wat je vanzelfsprekend uit de kraan krijgt zonder dat je daar veel voor gaat betalen. Dus ja, ook dat is in Nederland nog een beetje, denken wij dat. Ja. Hè? Kijk maar in andere landen. In Zuid-Afrika, dus, waar ik was, is dat heel anders. Ja, klopt. Ja. Ja. Maar ook in het Midden-Oosten. In het Oosten is volgens mij benzine goedkoper dan water. Ja. Dus dat denken, hè, wat je nogmaals in de industrie wel goed ziet. En in de bouw ook ziet. Hè. Er zijn ook een aantal bedrijven, we hebben ze bezocht in Friesland, we hebben een andere plek in Nederland bezocht, die daar echt heel erg goed mee bezig zijn. Maar het zijn hier en daar nog een beetje eenzame roepers in de woestijn. In de woestijn, ja. Het moet nu overslaan op de mainstream in de bouw. Dat kost altijd even tijd. Maar we hebben dat ook gezien in andere bedrijfstakken. Toen ik voorzitter van VNO was, daarmee begon in 2005, Was ook in de grote industrie was er nooit zoveel interesse voor verduurzaming. Er waren natuurlijk wel een aantal profeten, vaak hele kleine bedrijven, die, net zoals in de bouw die je nu ziet, die voorop liepen, die het moeilijk hadden. Maar voor de grote concerns zat er heel veel mensen bij die een beetje klimaatskeptisch waren en denken, ach, het loopt allemaal zo niet. En wat is daarvoor het omslagpunt? Ja, het is toch dat je plotseling zag, niet plotseling trouwens, dat je zag dat die hele groene ondernemingen, in het begin nauwelijks het hoofd boven water konden houden, toch zag je een wijziging in maatschappij, plotseling zag je dat bedrijven ook nog een keer buitengewoon goede resultaten konden vertonen. En daarmee werd het beeld... Goede business. Het is altijd belangrijk, ondernemers moeten ook gewoon geld verdienen. Gewoon heel simpel, als geen geld verdienen, zijn geen ondernemers. Nee. En dan zie je iets wat als een soort hobby onderneming gezien wordt. En daarom is ook het woord sociaal ondernemerschap is ook zo'n woord. Dat betekent ondernemerschap zonder winst maken. Nou, dat is volgens mij onmogelijk, maar goed. Dan zie je dan plotseling toch succes krijgen. En dan zie je de mainstream ook in de grote internationale concerns. Dus ik denk ook dat de kleine bouwondernemingen, kleine installateurs, op dit moment, er zit ook al trouwens wel je middelgrote bij, wat die aan ontwikkeling laten zien, zal naar mijn smaak heel snel doorstoten in alle grote ondernemingen.
En het is natuurlijk toch ook wel dat die opdrachtgevers, hè, die moeten daar ook om dit soort dingen gaan vragen. Hè. Die moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen. We zien dat een beetje bij Rijkswaterstaat die nu die kant op gaat. Ja. Volgens mij is dat er ook wel een. Want het moet van beide kanten komen. Hè. Die ondernemer moet durven en die moet gaan zien dat het goede business is. Maar die opdrachtgever moet ook wel ruimte geven voor innovatie en dat ook waarderen. Ja. Nou, er zijn natuurlijk een hoop opdrachtgevers die dat doen. Vaak de grote opdrachtgevers. Hè. Dus ook in de kantoorbouw zie je dat. Hè. Dat is tegenwoordig wel erg in. Dat wanneer jij een nieuw kantoorgebouw laat bouwen, dat dat eigenlijk klimaatneutraal moet zijn. Ja. Wat 10 jaar geleden de uitzondering was, toen volgens mij KPN was de eerste die dat deed. Later was dat ING. Zie je nu toch een vorm van mainstream worden. En tegelijkertijd zie je dat het ook geld oplevert. Er is altijd interessant wanneer idealisme ook geld oplevert. Dan gaat het elkaar beïnvloeden en dan is het een succesformule. Alleen idealisme, alleen geld oplevert. Het moet die combinatie zijn. En dat zie je nu gebeuren. En dan zie je ook steeds meer consumenten. Het zijn natuurlijk toch de happy few die ook private woningen laten bouwen volgens een concept van A++, zeg maar. Ja. Vrij van de meter, geen aardgas meer. Maar sommige mensen zelfs nog circulair, hè? Ja, dat is, we hebben nog niet in dit gesprek veel gesproken over circulariteit. Nee. Maar dat is de volgende opgave. Nou ja, niet alleen de volgende, want het gaat nu al. Nu is het al zo. Je ziet ook de belangstelling daarvoor. Je ziet de belangstelling daarvoor heel sterk stijgen. Het is wat moeilijker te bevatten voor mensen, omdat het circulair is ook niet zo eenvoudig. Hè? Van het aardgas af is redelijk duidelijk. Ja. Maar circulair, ik sprak toevallig vorige week met producenten van bakstenen. Die kwam ik tegen ergens in een bijeenkomst. En die zijn nu ook toch echt aan het nadenken aan bakstenen die dus als een soort Lego-blok in elkaar geschoven worden. En dan een soort lijm die weer verwijderd kan worden. Terwijl het oude denken in circulariteit in bakstenen was, vermaal ze en stop ze onder de wegen, onder de snelwegen. En het nieuwe denken is, nee, haal zo'n huis uit elkaar en bouw daar een nieuw huis van. En dat is een ontwikkeling die moeilijk is. Er zijn natuurlijk een aantal interessante voorbeelden van, maar je moet namelijk bij het denken over een huis, bij het bouwen van een nieuw huis, ook als je dan geen circulair materiaal gebruikt, al nadenken over de volgende keer dat het huis afgebroken wordt. Ja. Ja, en daarom zijn we ook blij dat een zijstraat met onze DigiDeal Go, gebouwde omgeving. Ja. En want als je echt circulair wil denken, als je echt wil dat alle bouwmaterialen in jouw huis of in jouw kantoorgebouw hergebruikt worden bij het einde van de levenscyclus van het huis, dan moet je weten wat erin zit. En ook kan. Wel, een huis gaat natuurlijk vrij lang mee, dus je moet dat ook over een langere periode inderdaad dan... Materialenpaspoort wordt wel eens genoemd. Dat komt nu. Ja. Het heeft pas effecten, precies wat jij zegt, op langere termijn. Kijk, nu is het nog steeds zo, de allerbeste vorm van circulariteit is een monument wat 1000 jaar staat. Ja. Want dat is natuurlijk het allerbeste. Dat, als je 1000 jaar dezelfde bakstenen gebruikt, dan heb je geen last van het opmaken van materialen, van nieuwe materialen. Maar op langere termijn, huizen zullen altijd afgebroken moeten worden, zullen altijd hergebruikt moeten worden. En dan is een materiaalpaspoort echt essentieel. Eigenlijk moet je weten, met de huidige digitalisering is dat ook makkelijk, dat precies in jouw huis elk materiaal, elke vorm van cement wat je gebruikt hebt, een soort glas wat je hebt, een soort kozijnen, zodat je het helemaal weer kunt analyseren op het moment dat je besluit het huis af te breken. Ja. Wie, ik wil eigenlijk een reeks gesprekken gaan voeren over het leiderschap in de bouw. Wie is een goede suggestie voor het volgende gesprek? Ik zou ook Rob van Wingenen een keer mee praten. Dat is interessant, toen hij lid van de Taskforce werd. Dat is nu al enige jaren geleden. Zei hij tegen mij, als wij als grote aannemers niet ons totaal opnieuw uitvinden, dan bestaan we over 10, 20 jaar niet meer. Dus hij denkt ook heel erg visionair. Gaan we doen. Dankjewel, Bernard.